En dan nu? Hallo kijkers. De wethouder van cultuur, meneer Beerten, gaat bezwaar maken in Den Haag tegen het verhogen van de maximumsnelheid op de A73 naar 130 km per uur. Nou, dat is een goede zaak dat hij dat gaat doen. En voor de mensen die niet helemaal begrijpen wat er nou aan de hand is, heb ik een klein rekenvoorbeeld voor u uitgewerkt. En dat zal ik nu eventjes voor u gaan voorlezen. Het zit zo. Als je 100 km per uur rijdt, dan rij je ongeveer 27 meter per seconde. Als je 130 km per uur rijdt, dan doe je dat ongeveer 36 meter per seconde leg je dan af. Dat is je snelheidswinst. Maar als je auto gemiddeld 1 op 12 zou rijden, dan gaat die van 100 naar 130 ongeveer 1/3 meer aan benzine gebruiken. En dat is de reden waarom landelijk de snelheid omhoog moet. Want uiteindelijk levert het de staat ongeveer 150 miljoen op jaarbasis op aan accijnsinkomsten. Dat schijnen al andere mensen uitgerekend te hebben. Voor het meest praktische voorbeeld dat ik voor u kan bedenken, een ritje naar Venlo over de A73, pakweg 60 km, dat rekent lekker makkelijk, hebben we bij een auto die, even kijken, heb ik het uitgerekend, je bent ongeveer als je al de hele route 130 zou kunnen rijden, ben je 8 minuten eerder in Venlo. En dat kost je 5 liter benzine als je 100 rijdt en dat kost je 7,5 liter benzine als je 130 rijdt. Daarmee heb je bijna een verdubbeling van het benzineverbruik in je beurs te pakken. Ik zou zeggen, ga lekker 100 rijden op die snelweg of hou je aan de minimumsnelheid, dat is 80 km per uur. Dat is nog goedkoper. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week. Misschien moet ik ook maar minister van Verkeer worden. Lijkt me ook wel wat.